Een hele, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Nou, zondagmorgen, moederdag. Yo! Ik moet wel meteen bekennen, ik heb een ontwenningsverschijnsel. Omdat er, zeg maar, de vriendin van mijn zoon die bij ons thuis woont, die moest vanmorgen vroeg werken in het ziekenhuis. En die had ik vanmorgen om 6:15 al weggebracht. Dan denk ik van, oh, tijd zat om dan nog even een rondje te gaan lopen. Niks minder waar, want natuurlijk voetballen. En deze keer moesten we vroeg. En dan wordt het een stukje lastiger om dan op tijd te zijn om je om te gaan hardlopen. Dan douchen, omkleden, noem maar op. Dingen toch voorbereiden voor een lekker ontbijtje. Ja, dat weet je dan toch. Dus geen tijd om te gaan hardlopen of te fitnessen. Natuurlijk kun je zeggen van oké, had ik meteen door kunnen gaan vanuit het wegbrengen. Eventjes een half uurtje, drie kwartier. Maar nee, deze keer even overgeslagen. Vanwege het voetballen. Omdat we al bijtijds aanwezig moeten zijn. Dus bij deze. Geen hardlopen, geen fitness, is wel even zwaar. Is wel even wennen, dat je zo'n zondag hebt. Maar goed, het is natuurlijk wel erg lekker weer vandaag. En dat maakt het dan ook wel weer een beetje goed. En vandaag naar Hoogland, daar ergens bij Amersfoort, net boven Amersfoort ligt dat geloof ik. Wordt nog een potje. Moeten er vandaag wel voor strijden. Vorige week punten laten liggen in verband met de positie in de competitie, wat dan weer te maken heeft met de na-competitie. Heb ik vorige week al iets over verteld. Ja, dat was niet goed vorige week. Ik had een voorspelling gedaan, 2-0. Nou, uiteindelijk was het dus 0-1. Helaas, pindakas. Goed, dan moeten we vandaag proberen recht te zetten. Weliswaar tegen Hoogland, dan beter geclasseerd. Maar misschien is dat wel een ander stukje. Misschien ik hoop dat er een ander stukje beleving in komt te zitten dan vorige week. Vorige week was het iets gemankeerd. En toch door bepaalde dingen liepen toch anders dan wat je gewend was. Misschien wel een stukje motivatie. Ik weet niet. Het was niet helemaal onze wedstrijd, zeg maar. Dus ik hoop dat we er vandaag weer alle energie in leggen en dat we dan eens eventjes lekker tekeer gaan. Even voor onze spits ook, Job, Calito. Even een paar erin rammen. Godverdorie. Wat tijd. Wat tijd dat we dat gaan doen. Dat even oppakken. Straks na competitie is natuurlijk wel belangrijk. Sportief gezien wil je gewoon een hoog niveau halen. Ja, en of dat de club dan daarin meegaat, is dan het volgende puntje. Maar goed, dat maakt niet uit. We kunnen op deze manier toch nog iets proberen te bereiken door mogelijk die promotie af te dwingen. Maar goed, ook dat heeft allemaal te maken met het winnen van wedstrijden. Zo simpel is het. Dus nog even een vraagteken hoe dat het uiteindelijk gaat uitpakken, tegen wie je nou daadwerkelijk moet. We hebben allerlei berekeningen erop losgelaten van ja, als we zo eindigen of dat eindigen, of dan kunnen we die en die tegenkomen. En als we die dan winnen, kunnen we uiteindelijk die en die tegenkomen. Dat is zo gepuzzeld, want ook in die competities zijn er nog kleine verschuivingen. Waar mogelijk nog kansen in zitten bij de ene ploeg die je dan uiteindelijk niet treft. Of die je uiteindelijk wel net redt. Of iets dergelijks in de promotie of degradatie. Nou, voor ons is het alleen maar belangrijk dat wij de positie nog eventjes handhaven. Je kan diverse scenario's uitdenken. Wat dan weer een voor- of nadeel zou zijn ten opzichte van bij wijze van spreken AWC. Want AWC heeft ook een periodetitel.
in deze is dat als Meerse vandaag de periodetitel pakt, die gaat dan automatisch naar de nummer 2. Dat is in dit geval is dat Kampong. Ja, en ook dat is weer een lastig team. Ook die kun je dan uiteindelijk in de promotie mogelijk. Zeg dat goed? Nou ja, dat bedoel ik dus. Er zijn zoveel scenario's dat ik het niet eens meer weet wie je nou om tegen kan komen. Van je eigen, nu van je eigen pool uiteindelijk nog tegen kan komen om die promotie te pakken. Ik weet niet meer hoe dat het zit. Maar we kunnen ook oude tegenstanders van vorig jaar treffen. Barreny bijvoorbeeld kunnen we treffen. Die staan er in de derde divisie ook niet heel florissant voor. Dus ja, boah, zo lastig. Maar goed, dat zullen we na vandaag wel weer zien hoe dat het gaat worden. En daarna hebben we nog 2 competitiewedstrijden. En dan zit de competitie erop. Dan krijgen we natuurlijk die belangrijke 2 wedstrijden donderdag, zondag. En als we die overleven, dan wederom weten we na donderdag, zondag. En dan hebben we die zondag mogelijk een finale partij. Oh ja, dat is ook nog eens een keer, dat was ook een keer zo'n puntje. Dat het ook weer te maken heeft welke stand je hebt wanneer je gaat voetballen. Ga je bijvoorbeeld eerst thuis, dan uit en dan de volgende keer weer thuis uit? Of is het de eerste keer uit, zondag thuis en dan de volgende week is het dan donderdag thuis en zondag uit? Ook dat heeft allemaal weer te maken met stand en tegen wie je uiteindelijk moet uitkomen. Zo lastig. Maar ja, dat is uiteindelijk pas bekend op het moment dat je daadwerkelijk zometeen de stand hebt gekregen. Waar je uiteindelijk met de competitie geëindigd bent, daar kun je al iets meer zeggen. Nou, en dan is de vraag wie gaat er door de eerste 2 wedstrijden. Na de tweede 2 wedstrijden. Daar is het. En overigens vandaag ook EGS, de voetbalclub uit Graven, hebben vandaag ook een belangrijke dag. Die kunnen dus vandaag ook hun derde periode, een derde periode titel pakken. Met dus de mogelijkheid promotie naar de tweede klasse. Nou, dat zou op zich wel super zijn. Want dan is het voor Graven op dit moment de allerhoogste, zover ik begrepen heb, de allerhoogste niveau wat ze ooit gevoetbald hebben. Zover ik dat weet vanuit de historie van Graven, Astren en Velp. Nou ja, Velp sowieso. Graven weet ik niet of dat Graven al een keer hoger heeft gespeeld. Dat Graven ooit als een keer eerste klasse heeft gespeeld. Volgens mij namelijk nooit. Volgens mij was derde klasse het hoogste wat ze ooit gehad hebben. Maar nogmaals, dan zou ik verder in de historie terug moeten gaan kijken ergens. Dat is vast wel iemand die dat weet. Maar goed, dat is eigenlijk dan niet zo heel erg relevant. Het zou mooi zijn voor die jongens. Er zitten natuurlijk een aantal jongens bij die ik ken, die ik het wel gun. Om dat tweede klas niveau te spelen. Ook daar zit je weer, de club heeft wel die ambitie. Dus die hebben wel ambitie om dus die tweede klas te gaan doen. Er komen natuurlijk daar ook andere dingen bij kijken in de tweede klas. Die ze niet gewend zijn. En natuurlijk is het geen verplichting in verband met vergoedingen of iets dergelijks. Maar ja, wil je wat bereiken uiteindelijk in de tweede klasse en wil je dan uiteindelijk nog een stap hoger, ja, dan ontkom je er eigenlijk bijna niet aan om iets met vergoedingen te doen. Het zij reiskostenvergoeding, het zij. Dat verwacht ik dan eigenlijk. Dus. Maar goed. Ja, zoals je ziet ben ik onderweg naar Malden. Dit was natuurlijk vanmorgen. En ik ben benieuwd wat het vanmiddag gaat worden. Dus, nou, dan zou ik in ieder geval bij deze zeggen, even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Jongens, het zou leuk zijn. Ik zou het fijn vinden. En dan... zie ik jullie volgende week weer terug.
dan weer een updateje over wat het afgelopen weekend of wat er vandaag geworden is. En dan natuurlijk ook weer het hardlopen en eventueel of fitnessen afhankelijk van het weer. Dat we dat ook weer in ieder geval kunnen weergeven. Ik merk wel dat ik het toch wel gemist heb vandaag. Op een of andere manier zit er toch in je ritme, in je systeem. Dat je die activiteit gaat doen. En ja, vooral dat. Je mist dan toch die activiteit. Ja. Goed, bij deze nogmaals even duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer terug. En dan ga ik afsluiten met de welbekende korte tjoe.